Ja, we zijn weer in beeld. Dit wordt de uitzending MH17, nummer 6. Want dit is dus de laatste. En ik had dus eigenlijk alles klaar. Ik had al die 19 pagina's. Laten we het daar maar op houden. Dat is in ieder geval waar. Ik had ze allemaal klaar, maar het ging een beetje te grof, vond ik. Dus ik wil gewoon het netjes afmaken. En ik ben de vorige keer gebleven bij vraag 5L. En dat is dus dit antwoord. En is het, ik pak hem even terug voordat ik beeldvullend ga. Hè. Dit is vraag L, zie je dat? Ja. En dan de vorige pagina zie je dus hier H, Rub, D. En dan hier heb je 5. Zie je dat? Dus dit is 5A, ABC op pagina 6. En hebben we hier dan D tot en met H op pagina 7. I tot en met L op pagina 8. En dan zijn we hier gebleven bij Vraag En ik weet niet of ik dit helemaal uit ga krijgen. Ik denk dat ik een pauzemuziekje ga inlassen zo dadelijk. Maar dat merk je vanzelf. Dat is niet omdat ik dan naar het toilet moet, maar dat is gewoon omdat ik dan even een biertje ga pakken. Ja. 5. Hoe verhouden het strafrechtelijk onderzoek en de inlichtingenpositie van de veiligheidsdiensten zich voor het kabinet in diep diplomatieke zin tot elkaar? Het is een geweldig stukje Nederlands, vind ik zelf. Je hebt dus het strafrechtelijke onderzoek. Dat zijn al die onderzoeksteams van de OVV en het internationale onderzoeksteam. En kennelijk weten de veiligheidsdiensten. Dat staat dus hier, dat is meerdere, dat kan de Mossad zijn, en de MI6 en MI5, en de CIA en de NSA en zo. En die hebben dus een onderlinge verhouding, wordt hier verondersteld. Dus ze gaan er gewoon vanuit dat de veiligheidsdiensten. dat de inlichtingen. Oh nee, maar nu snap ik het. Het gaat niet zozeer over hoe de veiligheidsdiensten zich verhouden tot het team van het strafrechtelijke onderzoek. Ben jij gek? Nee, het gaat erom van. Het strafrechtelijke onderzoek, wat het ook om inhoudt. Dat zijn toch die teams, hè? En de inlichtingenpositie. Ik zou echt niet weten wat de inlichtingenpositie is. Behalve dat in het hele rapport wat je hier leest, al alleen maar wordt gezegd, we zeggen niks. Maar daar gaat het natuurlijk om. Maar nou ja, hoe is dat een beetje ertessoep? Gaat het een beetje goed met elkaar om? En dan natuurlijk niet in algemene zin. Want dat zou flauw zijn. Maar het gaat erom hoe ze zich verhouden voor het kabinet. En dan alleen maar in diplomatieke zin. Dus kortom, toen ze na afloop van het debat sigaren gingen roken. En in een dikke vette fatuis. En dan zaten ze een beetje kaviaar te happen. Weet je wel. En deden ze toen ook nog een beetje aardig. Ik kan er net zo goed om lachen. We maken het uit. En dan het antwoord van het kabinet. De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten kunnen ambtsberichten sturen aan het Openbaar Ministerie als dit in het belang van het strafrechtelijk onderzoek is. Dit heb ik in ik herhaal een stukje van de vorige. Maar, het is natuurlijk hartstikke fijn dat wij nu op de hoogte gesteld worden van het feit dat onze inlichtingen en veiligheidsdiensten, dat die dus berichten
kunnen sturen aan het Openbaar Ministerie. Met de postduif, denk ik. Of e-mail. Nee. Maar het belangrijke is, dat doen ze alleen maar als het in het belang van het strafrechtelijk onderzoek is. Dus kennelijk is er dus geroezemoes geweest voordat deze vragenlijst werd opgesteld. En er werd er gesuggereerd of dat de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten, dat die dus ambtsberichten sturen aan het Openbaar Ministerie in de zin van, ik heb een IKEA-bed te koop. Het kost maar een tientje. Maar daar wordt het echt niet voor gebruikt. Gewoon de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die sturen alleen maar berichten aan het Openbaar Ministerie in het belang van strafrechtelijk onderzoek. Dus gewoon vastgesteld, ze hebben daar een internetfilter op gezet. En ze konden echt niks vinden. Behalve dan het ene geval, maar dat was een Nederlandse Turk. Maar dan letterlijk een Nederlandse Turk. Dat was gewoon een Nederlander, die was geboren in Turkije. Maar ja, dat was heel moeilijk verhaal. En dan vraagt, is ook heel mooi. En dan krijg je echt een heel lang antwoord. Ik heb dit allemaal al besproken. Hè. Dus, ik moest het gewoon weggooien, want ik ging zo uit mijn dak, joh. Maar vraag, van Nico is dat. Ja. Of Nederland, maar de niet de van Maria. Is het mogelijk, dan wel wenselijk, dat de Kamer vertrouwelijk op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek. Ja, dat is heel leuk. De Kamer, dat zijn wij, volgens mij. Dat is de volksvertegenwoordiging. Mogen wij dan, want hier staat vertrouwelijk, hè? Mogen wij dan als enige binnen de Nederlandse samen, dit is onze volksvertegenwoordiging, mag dan de volksvertegenwoordiging, mogen dan degenen die het volk vertegenwoordigen iets weten van de ontwikkelingen in het onderzoek? In dit geval strafrechtelijk onderzoek, maar het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe het nou precies gebeurd is. En hoe hoog vloog dat vliegtuig nou? Hoe stond de windrichting? Waarom hebben wij... Nee, dan word ik te dramatisch. Maar wij willen toch gewoon weten hoe het zit. Dus mogen de vertegenwoordigers van het volk iets weten van het onderzoek? Nou, het antwoord van het kabinet is, zoals bij elk lopend strafrechtelijk onderzoek, geldt ook in deze zaak dat opsporings- en vervolgingsbelangen zich verzetten tegen het naar buiten brengen van informatie over het onderzoek. Dus we mochten al niks weten over waar de wrakstukken lagen. Ja, waar de wrakstukken liggen, dat is staatsgeheim. Maar überhaupt iets? Nee, helemaal niet. En dan... even kijken wat ik weer nog wil voorlezen. Vanwege, ik kan niet alles voorlezen. Het is te veel bagger. Hè? Je mag gewoon met mij meelezen. Je kan nu ook even lezen. Maar, dat is wel... Het kabinet, dit is de laatste zin van het antwoord op vraag. Het kabinet heeft het volste vertrouwen dat geen mogelijkheid onbenut wordt gelaten om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Het kabinet heeft het volste vertrouwen dat alles wordt geprobeerd. Garanties zijn er niet. Maar dat je geen mogelijkheid onbenut laat, ja, dat zegt mij niks. Het gaat erom, krijgen wij antwoord? Dit gaat dus over 15 augustus. En ik wil het nog steeds weten. ik ben
ken er. Ik weet dan maar. Ja, misschien komt het wel omdat ik in Arnhem woon. Dat ik te ver van de bron zit. Maar ik weet het nog steeds niet. Wie heeft dit nou gedaan? En hoe kan dat? En hoe zit het met die verkeersleiding bij Schiphol? Waarom mocht dat vliegtuig boven een gebied vliegen waarvan zo'n beetje elke journalist binnen anderhalf uur te weten kon komen dat daar bukraketten stonden? Wat zeg ik? Binnen 20 minuten? En dan binnen een uur later had hij ook de tekeningen van de bukraketten. Waarom mocht daar een vliegtuig overheen vliegen? Dat vind ik interessant. Ik heb je vraag. Een vraag. Wat wordt bedoeld met een leidende rol van Nederland? Is die rol niet eenduidig? Nou, dat vind ik een hele goeie. Want ik vind die inderdaad absoluut niet eenduidig. Ik kan nu even terugscrollen, of je kan het zelf nog even gaan kijken. Maar die trein met de stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen, of wat het ook maar was, die hebben wij overhandigd gekregen van de Maleisische overheid. En we hebben geen contact gehad met een machinist, bestuurder van die trein. Helemaal niemand niet. Ook wie die stoffelijke overschotten erin gestopt hadden, we wisten er helemaal niks van. Helemaal niks. Of we konden er niks over zeggen, maar ja. Maar op het moment dat je niet eens kan zeggen van, wat moet je eigenlijk zeggen? Want ik weet het ook niet hoe het in zijn gang gegaan is. Maar je weet helemaal niks. En dan heb jij een leidende rol? Even denken hoor. Hoe zat het ook alweer met de rol als manager? Als manager moet je ervoor zorgen dat je peterselie in je oren stopt. En dan loop je gewoon als een doof in de rondte. Ik weet niets. Maar heb de leiding. Dat kan toch niet? We hebben helemaal geen leidende rol gehad. Die pro-Russische separatisten die zagen ons aankomen lopen. Die hebben gelijk gezegd, kijk hier op de kaart. Dit is rood, dat is rood en dat is rood. Wegwezen. En toen zijn wij afgedropen. Zo ging het toch. Zitten we met elkaar voor de gek te houden. Onder de getroffen landen. Nou, er zijn helemaal geen landen getroffen. Ja. De landen van de slachtoffers. Ja, pop, pop, pop. En er zijn mensen dood. Mensen met familieleden en zo. Maar goed, met z'n allen bestond overeenstemming dat wij, dat ons Openbaar ministerie in de onderlinge samenwerking ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek het voortouw zou hebben. Oké. Dat is mooi gegaan. We kwamen kijken en we mochten niet op de plaats delict, daar mochten we niet komen. We weten ook niet of we daar geweest zijn. We zijn nu dit is 15 augustus, dat is 4 weken na 17 juli. En afgerond. Ja, 4 weken verder. We weten niet eens waar de dingen liggen. De stoffelijke overschot. Waar ze gevonden zijn. En terwijl ik dit verhaal hou, is het 2016. En een satellietbeeld of een fatsoenlijke computersimulatie die ergens op slaat. Die heb ik niet gezien. Nou, ik voel nu de muziek aankomen. Want hier komt een dendering van een belediging voor jullie. Dus ik zou nu gewoon, en dat ging dus de vorige keer ook zo fout. Omdat jullie worden hier zo beledigd.
De OVV, want dit was dus al een ding dat was afgekort. Dat is de OVV. Dus nou, een van onze teams heeft de leiding over een deel, want het internationaal onderzoek is dus weer een deel van het onderzoek. Een van onze teams heeft de leiding over een deel van het onderzoek naar de ramp. Zij doen dit conform het burgerluchtvaartverdrag van 1944. Het recente verdrag tussen het Koninkrijk en Oekraïne. En daar zit volgens mij een... Goed kijken hoor. Want hoe schrijven we dan? Hier staat volgens mij Oekraïne. Daar moet er, want hier staat Oekraïense. Oké, dit gaan we dus een paar seconden kosten, maar. Dit document is gemaakt van jullie BTW. Iedere keer als jullie dan naar de kroeg gaan of je koopt een pakje sigaretten, dan betaal je hier aan mee. Dus dan wil je wel weten wat voor kwaliteit je daarvoor terugkrijgt. Gaat gewoon lekker, toch lekker terugpakken. We zitten gewoon bij 5-0. Ja, kijk. Ik wist het wel. Zie je dat? Hey, het maakt mij niet uit of we het nou met dubbele punt moeten boven, met een omlaut. Ik vind het verder niet erg. Maar je doet het of op de ene manier, of op de andere manier. Het is zo beledigend. Ik vond het requisitoor van Henk J. Maus... aangaande de veroordeling van Jasper Steringa voor de moord op Mianne Waanstra, vond ik uitermate onzorgvuldig. En misschien nog wel onzorgvuldiger dan deze. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Want het ging maar om één Mianne Waanstra. En dit zijn 200 Nederlanders. Waarvan ik niet weet hoe ze heten. Maar erg respectvol wordt er niet mee omgesprongen. We typen er gewoon op lossen. Je typt maar wat, maakt niet uit. Ja, hier zit het nog een keer. Voor alle duidelijkheid dat jullie zeker weten dat ik niet aan het liegenpiegen ben. Hier mist een trema. Of zijn er twee Oekraïners? Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is niet zo. Dit is gewoon verachting van ons. Nou, wanneer komt de eerste tussenrapportage van de OVV? Kijk ik nu wel met een afkorting. Mooi zeg. Wanneer komt het eerste rapport? Kijk, een tussenrapport... Tussenrapport en eindrapport, dat is overbodig. Hè? Wanneer komt het eerste rapport van een van onze teams? Mag zo'n team zelf bepalen wanneer zij zo'n rapport publiceert? Of moet zij zo'n rapport eerst voorleggen aan iemand? Zo ja, aan wie? En wat mag die doen? Ik zal nog even voorlezen. Wanneer komt de eerste tussenrapportage van de OVV naar de toedracht van de vliegramp? Mag de OVV zelf bepalen wanneer zij de tussenrapportage met voorlopige bevindingen publiceert? Of moet zij die rapportage eerst nog aan iemand voorleggen? Zo ja, aan wie? En mag die schrappen? Of aanwijzingen tot wijzigingen geven.
nu ga ik dus eventjes een biertje pakken. En dan pak je weer zo'n leuk muziekje erbij. Kijken welke ik nou neem. De hele bak heb ik gewoon. Maakt allemaal niet uit. Deze is ook leuk. Als het ding meedoet. Wat nou weer? Happen naar de baas. Oh, ik wil het alweer. Ja, oh ja, oh fuck ja, ik kan er niet bij. Nee, maakt niet uit. En dan doen we nu gewoon iets nieuws. Iets heel anders. Dit is ook wel een gakken. Ja, een gakken. Kijk hoe die klinkt. Ik ben echt binnen 10 seconden terug hoor, dus in die tijd had ik een heel mooi sjaaltje. Dichtgevel. Goed, dit was alleen maar de pauze muziek. En we gaan nu gewoon weer verder bij vraag oh. Oh, wat een vraag. Dit was dus de eerste belediging. Je doet er of een trema boven, of niet. En volgens mij moet er een trema boven. En hier moet je natuurlijk zeker boven. Anders krijg je Oekraïnsje. En dit is natuurlijk de grootste. Zien jullie deze? Even. Dit wordt schadevergoeding. Maar er is geen sluiting van dit. Dus ik ben computerprogrammeur. Dit is de openingshaak. En dit is die sluitingshaak. En deze haak, waar wordt die geopend? Ik kan nu voor de lol kan ik mijn programmeurs-editor aandoen. En die zegt gewoon pliep. Dit is pure belediging. Pure minachting. Dit is een mededeling van mensen. Je mag van ons beste 19 pagina's bullcrap hebben, maar dan krijg je wel bullcrap. Met Oekraïne op de ene manier en dan de internationale raad en dan de onderzoeksraad en dan de onderzoeksraad voor de veiligheid en dan de OVV en dan het openbaar ministerie. En er helemaal niks te horen krijgen. Waar stond die Buk-raket? En hoe kwam die daar? Dat wil ik graag weten. En het schijnt dat die Buk-raketten, of die raketinstallaties, die zijn geleverd aan de Oekraïense regering. En die zijn gejat door de pro-Russische separatisten. En dan krijgt Poetin de schuld. Poetin had gewoon met opzet de Buk-raketten aan de Oekraïense regering geleverd. En tegen die pro-Russische separatisten. Tegen die pro-Russische separatisten had hij dan via de geheime morsecode doorgegeven. Van notch, notch, wink, wink. Ik heb ze allemaal klaar laten zetten voor jullie. En nu even jatten.
en knallen een stelletje Hollanders uit de lucht. Het is een beetje slecht verhaal, vind je niet? Als verhaal dan, hè? De vraag is natuurlijk wat er van waar is. En dan door met 6a. Hier gaat het natuurlijk om. Moeten teams, voordat zij een rapportage publiceren, moet er voor publicatie, moeten teams, zoals het OVV, maar ook de internationale en de algemene en de, nou, het strafrechtelijk onderzoek zegt wel helemaal niks, dus in de zin van die rapporteren niks. Maar voor zover teams mogen rapporteren, mogen ze dat zelf bepalen wanneer ze dat doen, of moeten zij dat rapport eerst nog voorleggen? En dan zo ja, aan wie? En mag die schrappen of aanwijzingen tot wijzigingen geven? Nou, dit snap ik niet helemaal goed. Schrappen of aanwijzingen tot wijzigingen geven? Volgens mij moet hier staan, mogen de teams, los van het strafrechtelijk onderzoeksteam, die gezien hun taak een bepaalde geheimhouding moeten betrachten, maar mogen die andere teams dan zelf bepalen wanneer zij rapporteren? Of moeten ze dat rapport eerst voorleggen aan een instantie? Nou, wat denk je zelf? Door het antwoord staat op de volgende pagina van document, ook leuk om even bij stil te staan, document 443810DIE. En ik zeg DIE, want als je het op zijn Engels uitspreekt, dan klinkt het als die. En dan lijk ik wel een of andere conspiracy-sierist. Behalve natuurlijk dat niemand weet waar dit referentienummer op slaat. Maar nu zijn jullie allemaal samen met mij razend benieuwd. Is er een instantie die dus bepaalt welke frazen, welke verwoording over deze zaak naar buiten gebracht mag worden? En die dus een veto heeft. Die mag hele zinnen eruit halen of die mag zinnen wijzigen. Die mag gewoon zeggen, die zin gaat eruit, of je zegt dit. Dat is het, wie, en mag die schrappen of aanwijzingen tot wijzigingen geven? Dat is gewoon kiezen. Je schrijft het anders op, of die zin gaat eruit. Nou, dat is de vraag van onze volksvertegenwoordiging aan het kabinet. En wat zegt het kabinet? Het gaat dus over die sensor. Is er een sensor? De raad. Geen flauw idee wie dit is. Verwacht begin september een rapport met voorlopige bevindingen te publiceren. Het staat de partij die de leiding heeft over het onderzoek, in casu de onderzoeksraad voor de veiligheid, vrij om andere landen inzage te verlenen in het concept preliminary report. De onderzoeksraad beslist uiteindelijk zelf welke informatie al dan niet in het preliminary report wordt opgenomen. Oké. Snappen jullie hem nog? De raad en de onderzoeksraad, de OVV. De vraag was, iets te klein. Sorry. De vraag was,
mag de raad, ik noem ze vanaf nu even de raad, want volgens mij de raad is de OVV, hè? Mag de raad zelf bepalen wanneer zij rapporteren? Of moet zij die rapportage, dat rapport eerst voorleggen aan een censor? Is er een censor tussen de raad en ons, de volksvertegenwoordiging, die 200 van hun neven en nichten, ooms en tantes, kwijt zijn? Nou, het antwoord is, de raad denkt over een paar weken een rapport te hebben. Wij mogen, dus de raad mag andere landen dat rapport laten lezen. De raad beslist welke informatie in het rapport komt. Oi, 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 oi. Het zou natuurlijk een mooie boel zijn dat wij een onderzoeksraad aanstellen en die maakt een rapport en er staan een paar pagina's in waarvan wij uiteindelijk gaan beslissen dat het bullcrap is. En dan gaat de raad tegen ons achteraf zeggen van ja, hallo, wij mochten niet alles bepalen hoor. Ja, sommige pagina's waren van Karel Piet BV. Dat kan toch niet? Maar goed, je kan het ook interpreteren dat zij dus zeggen, er is geen censor. De raad beslist uiteindelijk, de raad bepaalt wat in het rapport komt. En hier ontbreekt toch echt een punt. Dus hier, kijk, je moet even, hoe je het doet, hier staat een punt achter, daar staat een punt achter, daar staat een punt achter, maar hier niet. Zoveel slordigheid. Kijk, als de raad over een aantal weken, dus begin september, het is 15 augustus, dus over 3 weken brengen wij een rapport uit. En dat is niet gecensureerd. Ja, dat is mooi. Het is wel dan. We zitten al op 15 augustus en we willen graag weten waar de wrakstukken liggen. En dat is allemaal geheim. En die lokale bevolking die is beledigd. Heeft de OVV op enig, ik wil eventjes letterlijk voorlezen, heeft de OVV op enig moment de rampplek mogen bezoeken? Daar gaat het in principe niet om. Heeft ons team, hebben we op enig moment de rampplek mogen bezoeken? Het antwoord is nee. We zijn er niet geweest omdat de veiligheid, omdat het te, ik lees het even letterlijk voor. Ik moet het letterlijk doen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar dat slaat dus nergens op. Je hebt ook het internationale team, gewoon wij. Dus we zijn nog niet op de rampplek geweest, omdat het er te onveilig was. Omdat de veiligheid van de onderzoekers. Ja, kijk, de veiligheid van de onderzoekers, dat snap ik wel. De veiligheid van de thuisblijvers. Die met een koptelefoon op de boel in de gaten houden. Ja. Die gaan weer met hun Renault Clio over de A10. Dat is alles weer goed. Maar ja, die mensen die daar naartoe moeten, die moeten veilig zijn. En dat zijn inderdaad de onderzoekers.
Goed, we zijn er niet geweest, want het was niet veilig. Bovendien had het bergen van slachtoffers en het zoeken naar persoonlijke eigendommen de absolute prioriteit. Nou, hier zakt echt mijn broek vanaf. En dan mogen je me even gaan helpen met mijn logica. Dus we konden niet naar de plek waar de slachtoffer, waar de stoffelijke overschotten lagen. Want het was daar veel te gevaarlijk. Maar daarbovenop had dat onze absolute prioriteit. Ik hoop dat ik dit goed uitleg. Ik weet alweer waarom ik vorige keer in die uitzendingen die ik weggegooid had. Dat ik, hier ben ik echt vanuit mijn dak gegaan. Want dit kan toch niet? Wat was nou het probleem? Er is daar in de Oekraïne is er van alles gaande. En geloof me, de paus die zit daar te klootviolen. Dat is geen vies woord, maar een klootviool, dat is een soort ding. Maar de paus is daar aan het rommelen. En er flikkert daar een vliegtuig uit de lucht. En wij mogen niet komen kijken. Waarom niet? Waarom niet? Hebben we daar een YouTube-film van? Dat had ik toch minimaal willen zien. Ik zie zo'n dame van Povenet. Dat is mijn favoriete zender. In de zin van, kom ik ga er eens even naar kijken. Dan heb je altijd van die mooie vrouwen. En die gaan er met een half blote kont, lopen ze een mokro-wijk in. Dan gaan ze een grote backlopen hebben. En dan krijg je hijsa. Kijk, dat durven we wel. We durven wel een vrouw met een half blote kont een mokro-wijk in te sturen. Ja, daar hebben we lef genoeg voor. Maar een paar afgetrainde jongens van een jaartje of 21, 23. En een sergeant erbij. En een paar goede vertalers. En cultuurpsychologen. Of mensen die er al eerder geweest zijn. Die het gebied op hun duimpje kennen. Nee, die durven we er niet. Dat durven we niet naar de Oekraïne te sturen. We sturen gewoon zo'n dame van Povenet een mokro-wijk in. Met een camera erbij. Krijg je tenminste hijsa op tv. Ik snap dat echt niet. Ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp niet waarom wij niet daar naartoe gegaan zijn. En niet onze spullen op zijn gaan halen. Want dat zijn toch onze spullen. En niet dat je dat brutaal moet doen. Maar geloof mij dat die Oekraïense mensen, die hebben echt wel respect voor het feit dat er lijken van ons her en der liggen. Die hadden ons best wel geholpen hoor. Alleen wij zijn niet gekomen. We hebben die Oekraïners, zoals ik het begrepen heb. En je mag me een e-mail sturen, een hate mail sturen, het maakt me niet uit. Maar zoals ik het begrepen heb, hebben wij die Oekraïners alle rotzooi op laten ruimen. Die Oekraïners hebben dan alles netjes overgedragen aan die Maleisiërs. En die Maleisiërs hebben gezegd, dit zijn de Nederlandse lijken,
dit is jullie trein, alsjeblieft, toedeledokie. Ik vind het gek. Waren wij te druk met het bombarderen van Libië of zo? Is er een contract met externe deelnemers aan het onderzoek? De externe deelnemers, hebben die een contract getekend? Zo ja. Hoe zien die eruit? En dan gaan we terug naar 5K. Ik denk dat ik nu al weet wat het antwoord is op 5K. Ja. Gaan jullie met me meekijken? Je zit op pagina 10, vlak voor het begin van vraag 7. We moeten terug naar 5K. Dus is er een... De andere partijen die meedoen met het onderzoek, hebben die een contract getekend? Hoe ziet het contract eruit? Onder welk contract staan ze? 5K. Oh, dat is dit antwoord. Ja, er zijn allemaal contracten gemaakt. Met die MH17 met een spatie. Ja. Is voor het eerst op 28 juli. Ze hebben gewoon 11 dagen gewacht. En toen hebben ze een verdrag getekend. En dan mochten ze 1 jaar onderzoek doen. Ja, dat is dus inmiddels al 1 jaar geleden. Het contract is verlopen. Inmiddels. Dat was mooi, er was dus een contract, dat is fijn. Hebben we die vraag ook weer gehad? Het was wel een dubbele vraag, hè? Een beetje een domme vraag eigenlijk. Maar. Hebben de Verenigde Staten en Rusland de radargegevens en de satellietgegevens op de dag van de aanslag al helemaal gedeeld met ons team? Of openbaar gemaakt. Kijk, ons team zit namelijk in het donker. Dus als de VS en Rusland de boel openbaar maken, dan heeft ons team zoiets van, ja, wanneer krijgen wij die e-mail eigenlijk? Ik zit hier maar te wachten. En dan zien ze op Facebook van alles voorbij komen. En dan denken ze van, kom zeg, het is niet persoonlijk aan mij gericht. Kijk, zo zijn Nederlanders. Kennelijk of zo. Of ze gaan ervan uit. Het moet wel helemaal gedeeld zijn met ons team, hoor. En als het zo niet, dan ook niet openbaar maken. Daar houden we niet van. En trouwens, waarom de Verenigde Staten en Rusland? Hoe zit het met de radargegevens en de satellietgegevens van de Oekraïne? Heeft de Oekraïne niet een eigen satelliet? Nee, misschien niet. Hebben ze een eigen radar? Ik denk het wel. Ik neem toch aan dat bij die verkeersstoorns in de Oekraïne toch alle data... Want waar gaat het om? Zo'n bliepje van een vliegtuig, dat is 3,5 millibit of zo. Dat is een grapje, die bestaat niet echt, maar dat is echt heel weinig gegevens die je van een radar binnenkrijgt. En die Oekraïense toren, verkeerstoren, die hadden toch moeten weten. Dat is eigenlijk de eerste die ik zou op willen vragen. Nou, of die beelden bekendgemaakt zijn, moeten we terug naar 5D. Oh jee. Wat zo 5D'ers zijn. Volgens mij is het ook weer... Even kijken, dan terug naar pagina 10. 5D'ers. Ja, kijk. Natuurlijk is het dit. Dit is 5D. In het belang van het onderzoek kunnen we niks zeggen.
En de onderzoeksraad voor de we doen verslag. En we weten nog niet wanneer we dat kunnen vertellen. Ja, oké. Okay. Is goed. It's so cool. We maken het uit. Dus hebben twee partijen die mogelijk beschikken over gegevens, hebben ze dat al bekendgemaakt? Ja, daar kunnen we niks over zeggen. Niks. Nee. Gewoon mond houden. Hoeveel gevechten hebben er sinds het neerstorten van het vliegtuig plaatsgevonden? Sinds de ramp plaatsgevonden in gebied waar wrakstukken liggen. Wacht even zo. Dit is natuurlijk geen correct Nederlands, hè? Sinds het neerstorten van het vliegtuig plaatsgevonden in gebied. Dat klopt niet. In het gebied. In gebied waar wrakstukken liggen. Ze weten niet eens waar die wrakstukken liggen. Dat hebben ze net gezegd. En wat maakt het uit hoeveel gevechten? 23, 27. En wat voor gevechten waren dat dan? Zware gevechten, lichte gevechten. En wat maakt het uit? Wij hadden daar naartoe moeten gaan. En onze stoffelijke overschotten. De stoffelijke overschotten, nou, onze, dan kan het niet, maar. De stoffelijke overschotten van ons Nederlanders. En natuurlijk ook van ons, onze medemensen. Als we daar naartoe gaan en we vinden een Indo in een eikenboom. Ja, die geven we natuurlijk ook. Zijn stoffelijke overschot of haar stoffelijke overschot. Dat dragen wij gewoon over. Maar wij zijn daar toch om onze dingen op te ruimen. En waarom doen we dat niet? Is de BTW niet hoog genoeg? Is dat het probleem? Ik vind het gewoon weer gek. Ik vind het heel gek dat we hier zo mee omgaan. De dagblad, de Trouw, die ik vrijdagochtend las op mijn vakantie in de Ardennen, die stond helemaal vol. En het zag er echt uit van aanvallen, er tegenaan. Ze hadden alles al uitgezocht, familieleden aan de telefoon gehad, piloten gesproken, verkeersleiding gesproken. Er was een ramp en actie. En de enige actie die ik gezien heb, die ik ervaren heb, dat was dat ze de snelweg hebben afgezet. Van Eindhoven tot Hilversum of zo. Ja, kennelijk is dat wel een veilige situatie. En enige garantie over wie die stoffelijke overschotten verzameld heeft en wie ervoor gezorgd heeft dat die trein ging rijden en we weten allemaal van niks. Hè? En we hebben het volste vertrouwen in de Maleisische overheid dat die tegen ons zeggen, nou, die Oekraïense lokale bevolking heeft dat hartstikke goed gedaan hoor. Hier is jullie trein met jullie stoffelijke overschotten. Dat is het dan. Kennelijk hebben die Maleisiërs een betere taalverhouding of cultuurverhouding met Oekraïners dan wij. Dat zal wel. Dat is mooi, we racen echt naar het einde toe. Het gebied
waar de wrakstukken en de stoffelijke het gebied waar de het gebied waar de stukken liggen is van militair strategisch belang. Oké. Het gebied rond de rampplek. Ja, oké. Sinds de ramp hebben de Oekraïense strijdkrachten verschillende pogingen ondernomen om dit gebied met militaire acties te veroveren. Dat is tot nu toe mislukt, omdat men zware wapens heeft en vastberaden is. Als gevolg hiervan wordt nog geregeld hevig gevochten in de omgeving van de rampplek en is de veiligheidssituatie ter plaatse zeer fluïde. Het zal wel. Hoe zit het dan met onze jongens? Waarom kunnen wij daar niet gewoon even gaan kijken? Als die Oekraïense regering, dat is onze bondgenoot, volgens mij. Dat was toch de afspraak. Nou, die Oekraïense regering, die kunnen dat gebied niet zo veilig maken dat wij onze stoffelijke overschotten kunnen gaan verzamelen. Maar waarom waren wij daar zelf niet? Hadden ze toch kunnen helpen? Hoe zware wapens. Wij zijn toch van de NAVO? En wij zijn toch aangevallen? Een burgervliegtuig van ons is gewoon uit de lucht geknald. Dat wordt gezegd. Met 200 van ons erin. Dan mogen wij toch verhaal komen halen? Wat is dat nou? Wat is dat voor een wereld? En dan moeten wij gewoon een beetje, ja, de Oekraïners durven er niet naar binnen. En dan durven wij het ook niet, want we hebben het niet eens geprobeerd. Want ons werd ook gezegd door die pro-Russische separatisten, de vijanden van de Oekraïense regering, die zeiden tegen ons, dit is een rood potlood en daar mag je niet komen. Ik snap het gewoon niet. Ik kan er wel van janken. Overdrachtelijk natuurlijk, want ik vind het ook super grappig. Kijk, als mijn overheid zo mag zijn, ja, wat mag ik dan wel niet zijn? In hoeverre, ik ga even door, 7b. In hoeverre is het voor het onderzoek naar de toedracht en het strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk om de wrakstukken van het vliegtuig, ja, waarvan anders? De wrakstukken van de knuffel van tante Neeltje. De wrakstukken te bergen en naar Nederland over te brengen. Oké, dat is mooi. Dus in hoeverre zijn wij in staat om de wrakstukken te onderzoeken al daar? Want wat moet je met die rotzooi hier? Laten we eerlijk zijn. Je moet gewoon weten waar een stuk ligt. Dan neem je een statief neem je mee. En een goede camera. En een GPS-locator. En slimme jongetjes met een iPad. Je kan ook een iPad nemen met zo'n cameraatje erop. En dat je gewoon exacte opnames hebt. Dat je precies weet waar iets ligt. En dan kan je kijken of die schaden, die beschadigingen, of die van buiten zijn gekomen of van binnen. Dat is een van de eerste dingen die je moet weten. En je moet ook weten of dat een mitrailleur vuur geweest is. Want zo kan je ook een vliegtuig omlaag schieten. Of dat het een bukraket geweest is. Gewoon een boom boom, trap trap. En het ziet er gewoon anders uit. Je moet gewoon nauwkeurige opname hebben. Dat je precies weet waar je staat en hoe laat het is en lalalala.
en niet de filmpjes kwijtraken zoals in Srebrenica. Dat was zo'n sukkelige actie. Want we hebben wel foto's, maar we zijn het filmpje kwijtgeraakt. Dus we hoeven dat spul niet in Nederland te hebben. We willen alleen maar het materiaal, het onderzoeksmateriaal hebben. Meer niet. Nou. En in hoeverre is het noodzakelijk om die dingen te bergen? Ja, dus helemaal niet. Je moet alleen maar weten waar het ligt. Hoe zag het eruit? En er moeten experts naartoe. En die moeten de zaak met nameten. En dat kan tegenwoordig allemaal digitaal. En er moeten vervolgens computerprogrammeurs zijn. 1 of 2. 1 is misschien genoeg. En die maken het model. En die gaan op basis van dat model met een wiskundige analyse. Nou, ik zou er 2 doen. 2. Dan kan je bepalen waar die raket vandaan kwam. Als het een raket was. En waar dat vliegtuig vloog met die mitrailleur. Als het een mitrailleur was. CQ, waar die bom zat. Als het een bom was. En dan kan je beginnen met je onderzoek. Want als het een raket was, dan is het mogelijk van die mogelijk gejat zou kunnen. De vraag is dan, wanneer is die raket gejat? En van welke basis? En hoe kon dat? Was dat een inside job? Ik heb een stiefbroer gehad en die werkte op een kippenboerderij. En die had gewoon een dealtje. En die schoof gewoon af en toe een katje kip, een kratje kip onder de toonbank door. Daar maakte hij mooie monies mee, ja, totdat hij gesnapt werd. Is dat gebeurd bij de Oekraïnse regering? Was er een medewerker, die had wel een zin in een dealtje en die zei, oké, ik doe het hek open, pak die bukraket maar. En die bukraketinstallatie. Maar dan moet je ook nog een raket bij hebben. Dat wil ik graag weten. Nou, het antwoord van het kabinet is, zoals gebruikelijk worden alle bronnen benut die in een strafrechtelijk onderzoek tot waarheidsvinding kunnen bijdragen. Ja, dat mag ik hopen. Bronnen die niet tot waarheidsvinding kunnen bijdragen, die zou ik niet nemen. Nee. Dan moet je onmiddellijk op schiften. In het belang van het onderzoek zeggen we niks. Gewoon het antwoord is geen antwoord. Dus de antwoord op vraag 7b is geen antwoord. Ik kan ook nog wel een lijstje van maken. Van. Hoe komt het dat de informatie van de zwarte dozen nog niet openbaar is, terwijl dit bij andere rampen sneller is gebeurd? Soms mag je weghalen, of veel sneller, doet ook niet wat toe. Hoe komt het dat de informatie nog niet openbaar is, terwijl dit bij 80% van de rampen inmiddels na zoveel dagen al bekend was? Het lijkt wel alsof de informatie van de zwarte dozen, wordt de informatie van de zwarte dozen achtergehouden? Want die hebben ze toch, of niet? Ons team, dus nou weer de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar dat is de OVV. Ons team vindt het belangrijk om informatie te beoordelen en te publiceren. Dit is conform het burgerluchtvaartverdrag.
1944 en de daarbij... Nou, nu krijg je echt braaksel. Want ik weet wat op de volgende pagina staat. Ja, die info van die zwarte dozen, die hebben we dus gewoon niet. Dat is anno 15 augustus 2014. Ja. Die hebben we gewoon niet. En de daarbij behorende annex 13. Dat is geen antwoord. Ja, die zwarte dozen, daarin zou moeten staan de geografische, de geolocatie, de coördinaten, het laatste dingetje. En we zijn nu 2 jaar verder en we weten nog steeds helemaal niks. En waar dit op gaat lijken is dat ze dus kennelijk... echt een trucje uitgefroten hebben. Seven Day. De gesprekken, ik vertaal dit gewoon, want ik kan van de vraag zelf word ik echt te misselijk. De gesprekken tussen de piloten van het vliegtuig en de verkeerstoren, die zijn opgenomen. Heeft ons team deze gesprekken? Heeft ons team deze inval? Dus de gesprekken tussen de piloten en de verkeerstoren, die zijn dus opgenomen. Die bestaan. En weten wij wat er op die banden staat? Nou, dan gaan we terug naar 5D. Moet me echt inhouden. Dit is 5D. In het belang van het strafrechtelijk onderzoek kan het kabinet geen inhoudelijke mededeling. Nee, niks. Geen antwoord. Zo ga je gewoon om met je volksvertegenwoordiging. Je maakt er gewoon 200 van helemaal kapot. Kijk, waar zijn we nou? En als ze dan vragen gaan stellen, dan zeg je, zie antwoord op vraag 5D. That's it. Is het juist dat MH17, dat de MH17 vlucht, het is weer een andere, die is dat vlucht MH17, een andere dan gebruikelijke route volgde. Waarom was dit? Je had mogen staan, zo ja, waarom? Maar het is onjuist dat er een andere route gevlogen werd. Op zowel 15, 16, op zowel op 2 dagen daarvoor werd hetzelfde vliegplan ingediend bij Eurocontrol. Daar staat hij. Want de vraag was dan, was het een andere dan gebruikelijke? Nee hoor, dat deden ze al 2 dagen lang. Dit was de 3e dag dat ze het deden. En het is dus door Eurocontrol goedgekeurd. Dus Eurocontrol die wist dat ze over een gebied vlogen waar bukraketten gejat waren door de separatisten. Daar waren ze helemaal van op de hoogte. En Eurocontrol vond het geweldig. Nou, weet je ook gelijk wat je van Eurocontrol mag verwachten.
Dus de volgende keer dat jij op vakantie gaat, dan zal ik eventjes controleren welk vliegplan Eurocontrol nu weer heeft goedgekeurd. Je weet het maar niet, hè? Straks zitten die bukraketten boven Mokro. Mokronia, moet je zeggen. Ja, dat is een grapje. Ik heb een hele goede Marokkaanse vrienden. Daar kan ik tenminste mee lachen. Enige wijziging van de gevlogen route ten opzichte van het vluchtplan is de vlieghoogte boven het oosten van de Oekraïne. Oh, wacht even. Misschien is dat wel goed. Boven het oosten van... Nee, dat is niet goed. Dit is gewoon echt niet goed. Dit is dan wel goed. De Oekraïense Veiligheidsdienst. Want is het de Veiligheidsdienst. Maar Oekraïne, dat is gewoon oosten van Oekraïne. Je zegt ook niet boven het oosten van de Nederland. Of boven het oosten van het Nederland. Je zegt boven het oosten van Nederland. Dus boven het oosten van Oekraïne. En dit is helemaal niks. Dit zegt mij niks. Ik wil weten waar dat ding is gaan dalen. Het vluchtplan was dat MH17... dat vliegtuig op 11 kilometer zou vliegen... En dit slaat ook nergens op, dat wil ik helemaal niet weten. En ze moesten een kilometer lager gaan vliegen. Deze wijziging in vlieghoogte had een operationele achtergrond. Zo was voldoende afstand geborgd tussen het vliegtuig... En een ander vliegtuig dat al op 11 kilometer hoogte vloog. Ja. Wat een gebabbel, weet je niet? Wat maakt mij het uit? Hoe hoog dat ding nou precies vloog? Ik wil weten waar die bukraket stond. En wanneer dat ding gejat is. En wie er zo... En was er nou een ongelukje? Of was het een opzet? Want dat kan ook nog. Maar goed, het officiële verhaal is dan... Dat vliegtuig moest iets lager... Dat vliegtuig met 200 Nederlanders moest wat lager gaan vliegen... En toen kon het geraakt worden door een BUK-raket. Want anders vloog het te hoog. Dat stond in de krant of zo. Dat zou wel. Hoe beoordeelt u de bevindingen van de Oekraïense Veiligheidsdienst SBU over de vliegramp? Hier had best een vraagteken achter mogen staan. Dit is het laatste woord van deze vraag. Kijk, dit is het laatste woord van deze vraag. Hier staat een vraagteken achter. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, het zijn allemaal vragen. Dus waarom een vraagteken erachter? Maar hier staat ook een vraagteken. En daar ook. En daar ook. Dus dit is geen vraag. De vraagteken staat hier. Oh, dan snap ik hem al. Aha. Is erg interessant. Hier moet het kabinet antwoord gaan geven op een of ander filmpje. Wat op internet staat. En dat filmpje, dat heb ik bekeken. Kijk of ik het erbij kan pakken. Goed gaat. Dus het kabinet wordt gevraagd om hier eventjes antwoord op te geven.
Nou, jullie zijn natuurlijk ook niet gek. Jullie zijn ook wel slimme Hollanders. En je weet gelijk wat hier staat. Ik zal het even voorlezen. Dit is Buksokja. Purknokna. Jabangagna. Jamangagatratata. Nakajom. Dit is een I. Heel veel mensen denken dat dit een achtste tevoren N is, maar dit is een I. En dit is een R. Dus hier is dat R. Kortom. Beste kabinet. Ken u wiskunde? Nou, het antwoord van het kabinet is dan... Het kabinet maakt een eigen afweging. Maakt een eigen afweging. Over de vliegramp, ja, hebben we het over. Hè? Het kabinet maakt haar eigen afweging. Daarnaast wordt er onderzocht. Ik snap niet goed hoe je die twee van elkaar los kan zien, hoor. Want hoe kan je nou een afweging maken zonder dat je onderzocht hebt? Ja, precies. Het kabinet maakt een eigen afweging. Daarnaast... Nee, het kabinet doet onderzoek en probeert... het kabinet probeert te onderzoeken en zegt niks over wat we gevonden hebben. Of op welke manier, of met wie we praten, of helemaal niks. Helemaal niks, joh. Geen specifieke dingen. En Russisch, dat kennen we niet. Hoeveel zijn we? 11. Oh jee, dan moet ik echt stoppen. Ook even mijn aantekeningen erbij, hoor. Dan ga ik het even opschrijven. Ik word hier gewoon dood op van. ik kan hem wel even doorraggeren. Dat er met... Ja, 8b doe ik gewoon. Ja, op slot van rekening, door die mensen waar jullie allemaal die accijns voor betalen en die btw. Ja, die maken dit. Dit is hartstikke tering duur. Als je aan mij een offerte vraagt, die kost je in principe niks. Maar daar staan gewoon echt minder tikfouten in dan in dit document, namelijk nul. In principe. En dan doe ik het nog in mijn eentje. Dan geef je mij een secretaresse. Dan zijn alle typfouten eruit. Mijn dochter die kan ook echt Nederlands, jongen. Oei, 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 oei. Die kan mij echt gewoon corrigeren. Gewoon vlijmscherp. Oké, vraag 8a. Ik mag bijna stoppen. In hoeverre zijn Oekraïne, nu zie je het, hè? Dus niet meer de Oekraïne. Ja, die heb ik boven gehad. Hè? Oosten van de Oekraïne. Hier staat weer gewoon Oekraïne, zonder de. En dan wel weer met een trema, om het niet te bont te maken. En de pro-Russische separatisten contracten nagekomen. Nu wij er niet binnen mogen komen. Hadden wij volgens de contracten er wel binnen mogen komen? Ja, natuurlijk. Want dat was besloten. Die pagina was 3 pagina's terug. Dit is gewoon de zoveelste vraag die nergens over gaat. Ik wil niet zeuren, maar het is wel zo. En dat is mijn volksvertegenwoordiging.
Wat kost zo'n ambtenaar per jaar? Ja. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Is de resolutie geschonden? Ja, de veiligheidsraad. Ja. We mochten daar niet binnen. En waarom niet? Omdat die pro-Russische separatisten, die hadden echt een hele boze, rode viltstift van Edding. Want dat zijn goede viltstiften. En die hadden gewoon gezegd, daar mag je niet, daar mag je niet en daar mag je niet. Wegwezen. En die Oekraïners, die bibberden ook helemaal 7 trillingen in hun onderdarmkanaal. En dan zijn we gewoon naar huis gegaan. En toen kregen we gelukkig van die Maleisiërs, kregen we een trein helemaal vol met stoffelijke overschotten. En toen vroeg onze vertegenwoordiging, hoe kom je aan die trein? En wij zeiden, ja, dat weten we niet. Maar we hebben wel een trein. En dat zijn wij, dat zijn wij Nederlanders. Op dit moment houdt men zich niet aan contracten. Wij vinden dit jammer. En we blijven degene die zich niet houden aan het contract, aan de contracten. Wij blijven degene die zich niet houden aan de contracten. Wij roepen degene die zich niet houden aan contracten. We houden die mensen wel aan hun contract. En we vragen iedere keer, zou je alsjeblieft jezelf aan het contract willen houden? Dat is het. Men houdt zich niet aan de contracten. En ja, we hebben wel gevraagd van, zou je het willen doen? That's it. Kijk, het punt is, en dat is, dit wordt een grapje, maar het punt is, als iemand zich niet aan zijn contract houdt, hè? Ik heb een Molukse vriend. En die hebben dat akkefietje ook meerdere keren bij de hand gehad. Hè? Zijn voorvaderen ook. Maar als iemand zich niet houdt aan het contract, dan moet je uiteindelijk gewoon bam bam doen. Dat is wel. Ja, het is niet het eerste christelijke wat je in het hoofd opkomt. Als christen denk je, Mahatma Gandhi of zo. Maar als iemand zich niet aan een contract houdt, ja, wat doe je dan? En ons kabinet, onze de vertegenwoordigers en de woordvoerders. Dus ons ministerie, die club van de ministers. Met de eerste minister, de minister-president. Ja, die hebben iets van, ja, laat maar gaan. Ze durven er geen F-16 naartoe te sturen. Laat staan 16 mariniers. Ze durven dat risico niet te nemen. Want ze denken, straks zijn we onze 16 mariniers kwijt. En dat laatste, dat kan niet. Want onze mariniers, die worden wel gewoon naar Srebrenica gestuurd. Met 3 proppenschieters tegen een Servisch leger wat met kanonnen en dat durven we wel. Maar we durven niet onze stoffelijke overschotten op te halen. Dan denken we dat we ruzie krijgen met iedereen. En hier klopt iets niet. Hier klopt iets logisch gesproken niet. En dat mag je
Je bent uitgenodigd door mij om dit te begrijpen. Op het moment dat je overheid gaat liegen, ik ga niet te emotioneel worden. Ja. De 8b, en dan mag ik lekkertje stoppertjes. Nederland heeft de VNVR, de VN-veiligheidsraad, schriftelijk geïnformeerd over Nederlandse en internationale inspanningen in het kader van de implementatie van VN-veiligheidsraadsresolutie 2166. De VNVR heeft volgens de regering, dat is het kabinet inclusief koningin, niet officieel gereageerd op de brief. Welke diplomatieke en politieke conclusies moet worden verbonden aan het niet officieel reageren op de VNVR op de brief? En daar staat volgens mij ook weer. Welke diplomatieke en politieke conclusie moet, ja, dat is wel goed. Dus enkel fouten, klopt. Dat slaat natuurlijk nergens op. Er liggen 200 stoffelijke overschotten van ons ergens daar in de Oekraïne. Op die gebieden die door de pro-Russische separatisten met een rode pen is gearseerd. En wij hebben dan een brief gestuurd naar de VN-veiligheidsraad. En daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Oké. Nou, ik denk dat wij geen antwoord hebben gekregen van de VN-veiligheidsraad, omdat wij onze laatste maandelijke bijdrage nog niet op tijd hebben voldaan. En dus worden alle diplomatieke en politieke antwoorden worden voorlopig niet verstuurd. Eerst betalen, of zo. Maar wat gaat de VN in dit geval voor ons betekenen? Er liggen gewoon 200 Nederlanders, lagen toen. Die lagen gewoon ergens en die moeten terug. Inclusief de knuffels, inclusief de stropdassen. Alle meuk terug, alle persoonlijke dingen terug. Paspoorten. Heupflesjes met eau de cologne. Alles terug. Dat is onze rotzooi. Dat zijn onze mensen. En wij waren gewoon te belazerd om dat te doen. Op een of andere manier. En ik snap dat gewoon niet. Want ik ken heel veel jonge mensen van een jaartje of 20, 23. Die doen niets lievers dan eventjes 3 maanden naar de Oekraïne gaan. En gewoon een beetje sigaretje roken, een beetje aardig doen. Een beetje Slibovic drinken. En overdag aan de slag natuurlijk. Totdat het donker wordt. En het enige wat we meenemen, dat zijn onze stoffelijke overschotten. En onze persoonlijke bezittingen. Dat wil zeggen, de persoonlijke bezittingen van onze mensen. En die wrakstukken, die willen we alleen maar een goede foto. En even kijken hoe zwaar het is. En dat is alles wat je wil weten. Je moet alleen maar de maten en dat soort dingen weten. Meer niet. En die Oekraïners, die mogen gewoon dat aluminium hebben. Als ze dat willen. En als ze dat niet willen, dan betalen wij wel mee om dat af te voeren naar een Oekraïner die het wel wil. Want er zijn gewoon mensen die met aluminium of whatever. Een schroothandelaar. Maar eerst alle foto's. En eerst al het meetmateriaal. Nauwkeurig gedaan. Volgens normen. En dat is gewoon niet gebeurd. Uh,
Het antwoord van het kabinet over het uitblijven van een officiële reactie. Ja, want er is dus de VNVR. Die heeft dus niet officieel gereageerd. Je ziet het hier staan. Nou, die niet officiële reactie, dat komt omdat de brief, die had een informatief karakter. Het geeft een feitelijk overzicht van de manier waarop wij uitvoering geven aan resolutie 2166. Dat zal wel. Nadat het formeel de verantwoordelijkheid. Oh, wat een ingewikkelde zin. Dus het slaat op Nederlands. Nadat het, dus Nederlands. Nadat Nederlands formeel de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash, ik heb achterwege laten, heeft overgenomen van de Oekraïne. Dat is weer fout. Er moet Oekraïne staan. Je doet of het een of het ander. En volgens mij moet je echt zeggen Oekraïne. Spelfout op spelfout. De VN-veiligheidsraad, en dit is weer zo'n afkortingsfout. Kijk, hier heb je dus, hier had moeten staan Verenigde Naties of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar dit is alweer een afkorting waarvan ik maar moet weten wat daar staat. Dit is dan een afkorting van het voorgaande begrip, waarbij ik maar moet raden waar dit een afkorting van is. Dat zal wel kloppen. Maar waarom introduceer je die afkorting? Nou, hier wordt die gebruikt. En daar ook weer. Maar hier niet meer. Het is een beetje ja, spelen met woordjes. Hier is niet een secretaresse overheen gegaan. Ik ga nu ook een hele ja, een grappige opmerking maken, maar dat doe ik niet. Maar hier is geen secretaresse overheen gegaan. De VN, ik leek de laatste zin hier, en dan stop ik er lekker mee. Dan ga ik jullie bedanken. Zo leuk dat jullie naar mij luisteren. De VN-veiligheidsraad heeft deze brief ter. Nou gaan we lachen. Hoppa, komt goed. Ter kennisgeving aangenomen. Hieraan zijn geen diplomatieke of politieke conclusies te verbinden. Het kabinet zal de VN-veiligheidsraad binnenkort opnieuw informeren met een overzicht van de laatste stand van zaken. Oké. Dus de vraag van onze volksvertegenwoordiging is, was, op 15 augustus, klopt het dat jullie de hele tijd de VN-veiligheidsraad een beetje op de hoogte houden en daar horen we verder niks van? En het antwoord is ja. En binnenkort gaan we weer een nieuw ding schrijven. En schrijven ze weer een paar pagina's. Allemaal heel keurig geformuleerd. En het heeft alleen maar een informatief karakter. Er zijn gewoon twee dingen. Er liggen stoffelijke overschotten van 200 Nederlanders ergens in een weiland in Oekraïne. Of op zijn Nederlands, de Oekraïne. Maar ik moet eigenlijk zeggen in Oekraïne. Dus, en dat is een landbouwgebied, dus dat zal wel een weiland zijn. En er liggen 200 stoffelijke overschotten van ons. Nou, wat ga je dan het liefste doen? A.
Ga je daar naartoe en ga je die overschotten zoeken? Daarvoor moet je wel contact maken met de lokale bevolking. Vooral geen ruzie maken met mensen die toch al super oververhit zijn. Die moet je vooral met rust laten. Je moet zorgen voor een backup, voor als het toch uit de hand loopt. Dat je dan die mensen die jou niet met rust willen laten, omdat je alleen maar de stoffelijke overschotten op komt halen. En die mensen gaan moeilijk doen. En heb je een backup team voor nodig, dan moet je regelen. Dat is misschien wel 80 man. Met 300 man logistiek erachter. En wil je dat? Of wil je gewoon met je secretaresse en boek je een hotelletje ergens in de buurt van Scheveningen? Maakt niet uit. Dat meisje een beetje ontspant. En dan ga je gewoon een brief maken voor de Verenigde Naties. En dan fantaseer je wat, dan zuig je wat uit je duim en dan zeg je, nou, we houden ons aan resolutie 2166. Want dit en dat en het burgerluchtvaartverdrag van 1944, daarvan annex 13, dat zijn wij niet vergeten hoor. En dan ben je er ook vanaf. En dat meisje, dat typt alles wel uit. En daarna ga je gewoon lekker een eindje wandelen. Kijk, welke van de twee opties is het meest aantrekkelijke? Voor een ambtenaar die ook gewoon een leuk leven wil hebben. En die denkt van, ja, ik ben de hele tijd maar ambtenaar. En dan moet ik helemaal gaan regelen dat er stoffelijke overschotten in het echt worden teruggehaald. Volgens mij kan ik beter wachten op de Maleisische overheid. Die draagt wel een trein over. Waar alles in zit. Nee, we hoeven niet te weten hoe ze gevonden zijn. Allemaal niet belangrijk. We hebben een brief gestuurd aan de Verenigde Naties. En zoals te verwachten, hebben wij geen antwoord gekregen. Maar we sturen nog een brief. Echt waar hoor. Want de Verenigde Naties moet je altijd vertellen wat je aan het doen bent. Ik weet het niet. Het is mij helemaal blauw. Zo'n liedje van de scene. Van blauw, blauw, blauw. I got the blues. Ik krijg gewoon de blues van. Man. En we zijn dus gebleven bij 8b. Dat is op de vorige pagina. Ja, precies. 8b. En dan ga ik door met 8c bij de volgende. En dan hoop ik hem echt af te kunnen maken. Dit is maar 2 pagina's geworden. Verdorie, man. Het kost wel een tijd, zo'n overheid, zeg ik je. Nee, hartstikke lief dat jullie naar mij geluisterd hebben. En geloof me nou, ik maak dit echt af. Ik ben Archie de Terminator. Arnie de Terminator. Nee, Archie de man van... Archie de Terminator, hou het daar maar op. Ik maak dit af. Tot aan het einde. Ik heb het al eerder gedaan en dat werden hele lange uitzendingen. Maar ik ga dit ga ik gewoon zo kort mogelijk en zo snel mogelijk afmaken. En ik hoop dat jullie dit heel spannend vinden voor de komende pagina's. Want de echte bagger, die moet nog komen. Dan, ik heb een kat gehad en die had echt ontzettende stinkpoep. En dat was de meest favoriete poep van de naakslakken in de tuin die ik toen huurde. Of die aan mijn huis vast had. Maar ik betaalde ook voor die tuin natuurlijk qua huur. Ja, zo lekker gaat het worden hoor, op het einde van dit document. Voor een naakslak natuurlijk, hè. Hé, hey, dag liefjes. En in het Duits altijd, hè? En dan zeg ik tjus. Doei.